zojuist van Grubby gehoord. Echte naam Manuel Schenkhuizen, nauwelijks denk ik. En toch, hij is een absolute wereldster. Hij is de wereldkampioen in de game Warcraft 3. Of 3. Documentairemaker Jos de Putter maakte de fascinerende documentaire Beyond the Game over het WK in 2007 in Seattle. Een strijd tussen Grubby en Sky. Grubby en Jos de Putter zitten hier aan tafel. Welkom, jongens. Ik vroeg het net hier aan in de zaal, en het zal thuis in de huiskamer niet anders zijn. Een aantal mensen zullen je kennen, want dat zijn namelijk de gekken van de games. En dat zijn er nogal wat hoor, vergis je niet. Maar je bent een wereldster. En dat zit in de documentaire van Jos, een man uit Venezuela die helemaal naar Rotterdam komt om jou te zien. Even kijken. Tuve que ir a París primero, después llegué, hice transbordo en Londres. Después que llegué a Londres, me fui a Londres. Perdón, después que llegué a París, me fui a Londres. Después de Londres, me vine a Eindhoven. Y en Eindhoven tuve que tomar un tren hasta acá, que es una hora, hora y media. Cuando por fin llegué a Rotterdam, así que tuve que caminar unos 40 kilómetros tal vez desde aquí cruzando el puente. Después de ahí crucé el puente, caminé como unos 2 kilómetros más y vine por una sola razón, para conocer a un gran jugador, una gran persona que es Grubby, 4K Grubby. ¿So is it? Ah. Ik ben vereerd. Ja, hè? Jos, jij hebt deze film gemaakt. Jij ontsluit voor mij althans een nieuwe wereld. De wereld van de gamers, die onwaarschijnlijk groot is. Daar kom ik achter. Ja, vooral dan in Azië. Ja. Ik bedoel, ja, mondiaal is natuurlijk, het is de wereld van een nieuwe generatie. Dus dat groeit. Hè? Wij zijn allebei jongens van de sport. Hè? We houden van voetballen en van anderen. Is dit sport? Wat is dit? Dit zijn matadoren op een spelletje. Ja, het is wel grappig. Het zijn wel matadoren. Maar of het sport is, daar ben ik nou nog niet achter. Het is, omdat het zo nieuw is, weet ik ook nog niet zeker of we er wel een woord voor hebben eigenlijk. Vandaar dat ik maar een film heb gemaakt. Ja, precies, ja. Om het te ontdekken, om ja, het te verkennen. Het is een zoekende, verkennende film, ja. 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 Hoe ben jij aan dit spelletje gekomen? Gewoon verveeld, thuis, puber, hangend? Ja, ik ben al wat langer op zoek naar wat het echt is. Het is eigenlijk gewoon gegaan als, ik hou van computergames spelen en op een gegeven moment was het eigenlijk... Ja, ik was er kennelijk redelijk goed in. En dan wordt er voorgesteld van, waarom kom je niet eens naar een kwalificatiewedstrijd? Nou, heb ik gedaan. Gekwalificeerd. En sindsdien liep het eigenlijk storm, toernooi na toernooi. Je bent nu professional, hè? Ja. Verdient veel geld, hè? Nou, het is geen vetbal. Televisiepresentator verdient meer, denk ik. Ho, ho, ho. We gaan even kijken naar een prachtige scène. Het gaat tussen jou en Sky, een Chinese jongen. Een Chinese jongen die 16 uur per dag dit spel speelt. Niet elke dag, denk ik. Nou, dat zegt hij in de documentaire. Van, joh, 16 uur per dag. Hoeveel uur per dag doe jij het? Ja, zoveel als het kan eigenlijk. Ja, maar wat is dat? Nou, alle tijd die ik ervoor heb. Het kan 8 uur zijn. 8 uur per dag zit jij achter de computer om dit te spelen? Ja. Oké, we zien de finale. En dan moeten we ons voorstellen, dit is in een stadion. Het is een grote hal, Ahoy Hall-achtig, vol met mensen. Die mensen zien we niet, maar ik zeg het er zo graag bij. En dan komen jullie als matadoren op. Dat wordt natuurlijk verslagen door een professionele commentator. Dan zien we even hoe groot deze sport in Azië is. Sky taking a lot of damage on the Griffins, but Grubby losing most of his units there, and I really don't think that Grubby was able to kill enough of those units here, Tom. Sky's got quite a few. Our hero has been slain. Ja, we horen dat publiek. Je verliest hier. Je bent inmiddels gewoon weer kampioen, hè, of niet? Ja, klopt. Hij heeft eigenlijk verkeerde timing gekozen. Nee, voor een documentaire maken beter. Hou van verliezers eigenlijk meer dan van winnaars, zoals je weet. Wat wil je met dit verhaal vertellen, Jos? Ja, toen ik eraan begon, wist ik het niet zeker. Het is wel een soort van zoektocht naar een nieuwe wereld. Hè. Er is, ik bedoel, die cyberwereld, de gamewereld, dat is een soort van revolutie. En zo, elke revolutie maakt een nieuwe mens. Maar hij heet ook zijn kinderen op. Dus daar zit een mogelijke spanning. En dus zodoende. En ik kan het alleen maar, ik heb het alleen maar gedaan omdat ik uiteindelijk begreep dat ik een western kon maken. Weliswaar in cyberspace. Een western? Een western, ja. Je hebt twee gasten, die zijn heel verschillend. Hij is de mooie, creatieve,
speler uit de oude wereld, uit Europa. Sky is meer de stamper zo, uit Azië. Chinees. En die vertegenwoordigen dus verschillende culturen, verschillende speelstijlen, verschillende levensloop. En uiteindelijk, net zoals in de Westen, staan ze met getrokken pistolen. Alleen ziet het er dan zo uit tegenover elkaar. Maar waar zijn ze dan? Waar ben jij zo goed in? Wat kan jij goed? Want ik denk dan, kan jij snel op die knopjes? Of wat kan je goed? Nou, het is eigenlijk een strategisch spel. Wat het makkelijkste om uit te leggen aan de leek is dat het een beetje te vergelijken valt met schaken. Het is alleen eigenlijk oneindig veel complexer dan schaken. En bovendien, zoals je zegt, je moet er ook snel voor zijn. Dus het is eigenlijk een combinatie van de tegenstander analyseren en jezelf analyseren. En dan eigenlijk door de strategisch vernufte tegenstander te slim afproberen te zijn en in korte wedstrijden tegenstander te verslaan. Jij zegt schaken, interessant. Op het ITVA, daar ging jouw documentaire in première. Daar was ook een documentaire waar Kasparov bij betrokken was. Die was er ook, de grote Russische, nog steeds misschien wel de beste schaker ter wereld, maar hij doet het niet meer. Jullie kwamen elkaar tegen en hij kende jou. Zo gaat het, we gaan even kijken. You won Cologne, yes, you won Cologne. And in Seoul now you won another tournament. Yeah, I won another. There was a smaller tournament, but it was important. You can play the same race. You can play mirror match. There is no problem. It's really fun because you have the same chances. Yeah. Ja, is dit een lege wereld, Jos? Nee. Van jongens die 16 uur, 12 uur per dag, sorry dat ik de vraag even stel, achter zo'n schermpje zitten, kijken op zoek naar het andere leger? Of is het net als een schaker in een voetballer die de hele dag niks anders doet? Moeten we het zo zien? Nou, weet je, het is niet of-of. Het is van al die dingen zitten er wel in. Maar ik denk, kijk, ook bij schaken heb je ongetwijfeld, hè, er zijn een heleboel kids die Garry Kasparov willen worden, wereldwijd. Mm-hmm. Dan vallen er een heleboel af. Sommigen worden gek, ongetwijfeld. Hè? En alleen bij schaken, omdat we het hebben geaccepteerd, niemand vraagt of Kasparov verslaafd is aan schaken. Bij Manuel is dat anders. Ja. Hè? Dat verslavende, dat, ik vind het ook wel een beetje typische, zeg maar, een typische reactie van een oudere generatie op iets waar een nieuwe generatie zich in vindt en mee komt en ontwikkelt. Ik maak een oude mannenopmerking uit. Een beetje, weet je. Ja. Nou ja, je hebt zo vinyl in je programma. Ja. En ik kan me, daar dacht ik aan toen ik begon. Er is zo'n heel beroemd filmpje uit 1962 of zo van een televisiepresentator in Amerika die zegt: en nu is het afgelopen met die rock'n'roll. En dan gooit hij die platenstuk. Dat ken je toch nog wel? Ja. En dat is zeg maar een reactie van een oudere generatie op iets nieuws. Gewoon, dat gaat zo, a priori. Ja, laten we even kijken naar, want je bent ook bij Sky, de Chinese tegenstander van jou. Jij duelleert met hem om de wereldtitel. Bij zijn ouders thuis, die wilden het eruit rammen. Niet gelukt. Inmiddels is die jongen wereldkampioen. Heeft hij voor zijn ouders huizen gekocht, auto's, et cetera. Even die ouders. Wanneer ga je hem weer zien? Wanneer ga je hem treffen? Nou, hopelijk niet op de World Cyber Games Tour. Daar heb ik 3 keer van hem verloren. Ja? Wat is het grote toernooi waar je nu naartoe werkt? Nou, kijk, weet je wat grappig is? We hebben een stuk of 20 toernooien per jaar ongeveer. Ik ben de helft van de tijd in het buitenland. Maar het is toch altijd de World Cyber Games die wel heel bijzonder blijft. Het is een soort Olympische Spelen eigenlijk van het gamen. En het heeft gewoon altijd een speciaal gevoel voor ons als gamers. Ja. Mag ik je daar succes wensen? Dankjewel. En leuk dat je hier was om iets uit te leggen van deze wonderenwereld. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jos.